Hey mensen, top dat jullie weer kijken en welkom bij Nutteloze Experimenten, deel 14. Haha, en vandaag op jullie verzoek gaan wij rijden met extra zuurstofinjectie. Haha, gassen. Laten we eerst de auto even aanpassen. Zo, even kijken waar we ons zuurstofinfuus gaan aanbrengen. Hebben we niet nodig. We zorgen voor extra power door meer zuurstof. En nou de fles nog even. Torpedo. Wil jij nou ook je auto opvoeren? Hoppa. Nos! Oh. Yes, we gaan het testen! Het Dirk regelt de mengsel toevoer. Vol open? Ik zal hem eerst even starten. Geef eens een beetje gas. Hoi! Oh, hij gaat harder! We gaan rijden. Hij gaat echt wel een heel stuk harder hoor. Hij maakt een harder geluid. Zuigerveren eraan. Ja, doe eens. Let op. Oh, hij gaat stilvallen. Volgens mij is het niet heel goed voor onze auto. Hoe kan dat nou? Zou wel eens kunnen dat we hem hierna met pensioen moeten sturen. Dit vond ik. Oh. Hoor je dat? Uh-oh. Hebben we echt bijna geen compressie meer? Ja. Kom aan. Uh-oh. Oh nee. Onze testauto is kapot. Oké, daar staat de pick-up, daar heel in de verte. Wie offert zich op? Ik zeg dat we doen papier, schaar, steen. Dat vind ik nou een goed idee. Oké. Degene die verliest gaat de remmenreiniger halen. Ja. Ja, nee, dat ben ik! Oké. Kijk, gaat hij hier. Ik begon wel te trekken nou. In één keer ging hij weer. Ja, maar duurde even. Het kan ook zijn dat hij hem bijregelt, hè, de computer. Maar hij is nou echt langzaam hier. Ja, maar met zuurstof is het niet beter hoor, hier. Nou jawel, voel maar eens. Hier. Nu gaat hij wel. Hier hoor, hé. En op dat hij gaat. Maar laat hem zetten. Laten we hem maar dicht zetten. Gast. Ja. Nou, dat doet het ding zelf. Ja. Hoi jong! Het is klaar. Hoor je dat? Die gaat het niet meer doen vandaag. Ik denk het niet. Ik denk het niet hoor. Ik denk dat je een beetje kapot zeg maar. Hij loopt weer. Maar we zijn wel een heleboel compressie kwijt. Dus wij vinden het verstandig om hem nou op de kar te zetten, want veel beter wordt het niet meer, denk ik. Dat was de test. Hè? Zo, dat was spannend, hè? En dat was de Corsa. Hè? Die vond het een stuk minder leuk. Nee, die had er geen zin in.
Ja, het effect van de zuurstof was dat hij wel, hij trok wel iets harder. Hè? Ja, ging er wel iets harder door, ja. Ja alleen niet van lange duur. Nee. Het was op een gegeven moment was het snel bekeken. Maar ja. Ja, en daarna toen viel hij ook steeds stil en toen wilde hij moeilijk starten. Toen hadden we denk ik geen compressie meer. Hè? Dat zeiden wij toen. Compressie? Compressie, ja, je hoort het ook met starten, hè? Ja, dit. Meer. Ja, normaal moet je. In de motor zitten dus zuigers en die bewegen op neer en die zitten in een cilinder en die gaat zeg maar naar boven en dan comprimeert hij het mengsel zeg maar en dan als hij bijna boven is en dan bam, ontploffing, bam, gaat hij weer naar beneden, weer naar boven en zo gaat hij dus allemaal door. Ik zie hier een aantal ringen zitten, dat zijn de zuigerveren. De zuigerveren die zorgen voor de afdichting van de zuiger in de cilinder. Die heb je dus nodig om compressie op te kunnen bouwen. Nou, het lijkt erop dat die zuigerveren een beetje een soort van verbrand zijn. En dat het klaar is met die dingen. Kijk, als die heel heet zijn, je ziet het, zijn veren. En als die heel heet worden, dan veren ze op een gegeven moment niet meer zo goed. Dus dichten ze ook niet meer af. En dan heb je dus geen compressie meer, loopt je motor niet meer. En stap je ook niet meer. Dat nee. Hadden wij dus. Ja, dat was er dus aan de hand. Ja, en hoe? Kan dat nou, hè? Want wat heeft die zuurstof nou in die motor gedaan? Nou ja, je hebt natuurlijk een branddriehoek, dat heb je vast wel eens een keer gezien. Om vuur te krijgen heb je eigenlijk drie dingen nodig. Dat is zuurstof, brandstof en temperatuur. Nou heeft die motor dat natuurlijk ook nodig. Die drukt die zuurstof samen met die zuiger. Die hebt een ontsteking door de bougie en brandstof dat wordt ingespoten. Nou ja, dus die zuurstof die heb je altijd nodig om een motor te kunnen laten lopen. Dat klopt. Nou, als je nou meer vermogen wil hebben, kan je natuurlijk meer brandstof toevoegen, maar dat werkt niet helemaal zo. Want ja, je hebt niet meer zuurstof. Je kan op een gegeven moment niet meer brandstof verbranden, je hebt natuurlijk maar 20% zuurstof in de buitenlucht. Dus, hadden wij gedacht, laten we meer zuurstof toevoegen. En ja, die motor die regelt zichzelf bij, hè? Wij dachten, ja, het is een injectie, dus daar zit een computer achter. Die meet hoeveel zuurstof dat er uit de uitlaat komt, dus hoeveel dat er overblijft. En dan regelt die automatisch een brandstofinspuiting, de hoeveelheid, zeg maar. Maar dat was denk ik niet genoeg. Nee, ik denk dat het regelbereik van die injectie is waarschijnlijk niet voldoende. Dus hij kon niet genoeg benzine erbij geven om het goed te laten werken. En daardoor krijg je op een gegeven moment een schrale verbranding en krijg je hoge temperatuur en verbrande zuigerveren. Nou, we kunnen wel even het effect van zuurstof laten zien op de verbranding, want dat is natuurlijk wel even interessant. Brandstof. Hoppatee. Nou ja, kijk, hier hebben we een verbranding. Er komt propaan uit en ja, die verbrandt die met de zuurstof die in de lucht zit. Dan heb ik hier nog een kraan en dan kunnen we extra zuurstof toevoegen. Let op wat er gebeurt. Ja, en zo hadden wij natuurlijk ook die auto willen zien gaan, hè? Maar nee, dat viel dus even tegen. Dat viel dus even tegen, inderdaad. Dus de beste tip voor vandaag, als je je auto wil opvoeren, ik zou niet investeren in een fles zuurstof. Nee, doe dat maar met wat anders. Ik weet ook niet hoe. Nee, ja, dit in ieder geval niet. Nee. Maar, volgende week... Volgende week hebben we natuurlijk nog een veel leukere test. Wat voor dingen, ja! Opel, die doet het nog steeds. Hij doet het nog. En we gaan hem volgende week helemaal om zeep helpen. Nou, deze test was een succes. Zo. Echt wel. Heel de auto kapot. Net zoals het hoort. Mooi, man. Hey, maar heb jij thuis nou nog een goed idee voor een test? Laat het even hieronder weten, hè. Want misschien voeren wij volgende keer wel jouw test uit. Precies. En als je op de hoogte wil blijven van al deze experimenten, abonneer eventjes. En jullie allemaal bedankt voor het kijken en tot de volgende.